Nou, ik had gezegd 1 minuut is om. Dus ik ga lekker van start. Nou, jullie zien hier al, ik ga vandaag werken met Florus Volume 4 collectie van Elizabeth Craft Design. En ik ga niet alle mallen meer laten zien. Rina heeft ze al een paar keer laten zien. Esther heeft, Els heeft ze al een paar keer laten zien. Dus gisteravond Rianne heeft ze al laten zien. Dus ik had nog hier wat liggen, een paar voorbeeldjes liggen. Ik ga me eigenlijk vandaag concentreren op de bloemen. En daar ga ik dan proberen iets leuks mee te maken. Dus ik heb hier 2 boekjes gemaakt. Dat is een nieuwe mal. Nou, ik heb hier een leuk lintje. De binnenkant heb ik, heet er nou geen spitpennen, maar eyelets. Ik kon even niet op het woord komen. Gemaakt zodat ik een mooie lint. Het lint heb ik in dezelfde kleur gemaakt als de bloem. Dus dat was 1. Nou, hier heb ik nog zo'n mooie box. De teksten trouwens zijn ook nieuw. Er is een stempelset. De banners, die zitten in de standset van het doosje voor de boek. En dan heb je dus deze tekst. Hello Sunshine, Thinking of You, Happy Birthday hebben we ook nog. Die laat ik straks zien. Nou, deze bloem ga ik dadelijk mee starten, denk ik. En dan heb ik alvast de shadow frames klaargemaakt. Die heb ik alvast op maat gemaakt. Ik laat dat ook niet zien. Want dat heeft Irina ook al laten zien hoe jij, dat je die op maat gemaakt hebt. Nou, dit is nu 15 bij 15 geworden die ik vandaag geplaatst heb. In de Facebookgroep is de grootste maat. Nou, je hebt dan dikke en je hebt dan dunne. Dit is de dunne versie. Dus hier ga ik straks wel iets in maken. Die leg ik even aan de kant. Nou, en dan ga ik nu even laten zien welke bloemetjes dat ik allemaal ga laten zien. Hoe dat ik die maak. Moet ik even kijken dat ik goed in het midden ben. Ja. Ik ga eens even kijken of dat beter voor jullie is als ik de lamp uit doe. Even proberen, want het... Kijk, nee, dat is niet mooi. Nee, is niet beter. Oh. Nou, dit is het eerste bloemetje. Dan heb ik hier nog een bloemetje. En ik noem straks de nummers op. Nou, dit is een van de grotere. Echt wel een hele mooie bloem. Dan heb ik deze nog. En dan heb ik hier alvast 2 blaadjes. Die laat ik ook zien hoe dat ik die maak. Dus ik ga gewoon langzaam beginnen met het eerste bloemetje. En dat is dit bloemetje. Dan ga ik die andere even bij de pakketjes leggen. Waar ze bij horen. Zodat ik straks alles weer kan vinden. Nou, dan heb ik nodig voor de eerste bloem. Ik pak even een klein kraftsheetje. En nu ga ik wat knoeien. Knoeien, maar de mat is niet zo makkelijk als die mat eigenlijk helemaal vol zit. Dus ik heb gewoon een klein kraafschietje nodig waar ik op kan werken. Dus deze bloem gaat het worden. Daar heb ik voor nodig een filigraanpen. Die van mij is al heel oud en dat kun je ook merken, want hij is een beetje roestig aan het worden. Dus die heb ik nodig. Dan heb ik natuurlijk een bloem nodig. En de bloem ziet er dus zo uit. Dit is de Florals 17. Ik zal proberen zo even te laten. Wacht, ik zal hem even uit plastic halen. Dan kun je hem beter zien. Hoppa, dan vallen alle blaadjes eruit. De Florals 17 is dit. Er zitten 2 blaadjes bij. 2 verschillende soorten blaadjes. En dan deze stans. En er viel net nog een blaadje uit. Ik had alle standjes mooi in de zakjes gedaan. Ik denk dat kan ik ze straks makkelijk terugvinden. Dit is de Florals 17. Nou, ik had er al 3 gemaakt. Ter voorbereiding. En wat ga ik nu doen? Ik pak nu, in dit geval, de Distress Oxide Tumbled Glass. En ik ga gewoon... En ik maak bijna alle bloemen verschillend. De ene keer doe ik het zo, de andere keer doe ik het zo. Nou, voor deze heb ik dan deze manier gekozen. En dan ga ik langzaam een beetje naar boven. Ik zorg wel dat boven wel wat wit overblijft. Dat vind ik wel mooi.
Goedemiddag, ik zie nog alle mensen binnenkomen. Ook op mijn doelding van vandaag, vanmiddag besteld en binnen 5 minuten is dat verzonden. Ja, het gaat snel binnen. Ja, daar ben ik ook al heel blij mee. Even kijken. Hou ik hem een beetje omhoog hier. Ik wil dat wit hier niet raken. Dus vandaar dat ik hem een beetje omhoog hou. Nou, dan kijk ik of ik hem donker genoeg vind. Is die hetzelfde als die, ja? Dat is natuurlijk een nadeel als je al in het voren gemaakt hebt, hè? Kijk of dat wat naar voren kan gaan zetten. Nou, dan heb ik nodig mijn lijm. En ik pak hiervoor de Art Glitter Glue. Even kijken wat voor papier heb je voor de bloemen gebruikt. Ik heb het Soft Finish Cardstock van de Lizard Frog Design gebruikt. Even kijken of ik snel een pak kan vinden hier. Ja. Dit is Soft Finish Cardstock van Lizard Frog Design. Ik heb voor bijna alle bloemen heb ik het 300 grams gebruikt, behalve voor deze heb ik het 240 grams gebruikt. Maar ik gebruik zelf het liefst het 300 grams. En waarom, dat zal ik straks uitleggen als ik met de volgende bloemen bezig ben. Nou, dan heb ik hier de lijm, zei ik al, en dan stop ik mijn filigraan. Er zit een gleufje in, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien. Daarom moet ik het nieuwe, want mijn kleufje is op de een of andere manier wat stugger geworden. Kijk, dan stop ik hierin. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat kan ik even dichterbij houden. Nou. En dan ga ik hier alvast een stuk lijm op doen. Nou, en dan vouw ik hem. En dan kijk ik ook meteen dat ik met de rand mee ga. Dan hou ik hem heel hoog. Om het jullie te laten zien. Dat is niet zo heel gemakkelijk voor mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Als voor jullie maar te zien is. Dan doe ik weer een stukje lijm. Even kijken, dan popt er iets op wat ik niet wil. Ik wil jullie berichten zien. Hi Rolly, gezellig dat je er nog bent. Dus probeer hem gewoon gelijk met die rand mee te nemen. Niet te snel doen. Zo, nou ben ik weer waar mijn lijm op is. Dus laat ik weer een stukje verder lijmen. En ik probeer weer mee te gaan met die rand. Het laatste stukje is altijd even wat lastiger. En dan komt het niet altijd even recht, maar dat is het helemaal niet erg, want er zit helemaal niemand niks meer op. Ik zie hem, nou begint hij een beetje te schuiven, voel ik. Dat is niet de bedoeling. Dan ga ik hem even een beetje met de hand mee helpen. Zo. Dan ga ik er even mijn filigraan tussen uittrekken. En dan zien jullie hier dat rondje. Dat rondje mag je hier inplakken. Ik doe altijd een beetje lijm op het rondje en op de... Kijk, en dan ga ik zo ver mogelijk die kant en dan duw ik hem erin. Vaak doe ik hem ook nog even aan, maar... Is het een beetje duidelijk te zien? Is misschien wel ver... De spieteriger met emmerbestand. Ik weet niet welke je bedoelt. Nou, dan heb ik natuurlijk dit. En ik wil natuurlijk dit hebben. Hè? Want dit is natuurlijk niet wat ik wil. Nou, dan pak ik mijn toeltje. En je kunt dat met van alles doen. Je kunt dat met dit doen. Ik zet even de dop op de fles.
Je kunt ermee dit doen. Ik pak dan een blaadje en mijn duim er tegenaan en ga hem gewoon zo bollen. Bol hem gewoon om. Ik ga proberen wat hoger te werken, dan zie je het misschien wat beter. Dan hoop ik wel dat ik in beeld ben. Het gebeurt mij soms wel eens dat ik er een blaadje van aftrek, dan ben ik een beetje ongeduldig. Maar gelukkig zie je dat op het laatst niet meer. Maar je bolt hem gewoon om. Nou, ik zeg al, je kunt het met dit doen. Maar je kunt het natuurlijk ook met dit doen. En dit is misschien wel saai even, maar... Waar je ook een kaart van hebt gemaakt. Oké. Ja, dat vind jij zo leuk, hè? Ja, dat is mijn nieuwste verslaving. Ze hoeven ook niet allemaal recht getrokken te worden, hè? Ze mogen ook gewoon een beetje door elkaar heen. Maar ze moeten ze wel allemaal even hebben. Deze willen niet van elkaar af. Dat wil ik wel. Ik weet het nummer even dus niet zo van de nieuwe, maar is de nieuwe, oké. Nieuwe bloem bedoel je? Die had de andere kant op moeten. Kijk. Kijk, zie je? En nu heb ik dus vier dezelfde bloemetjes. Nou, die leg ik even apart. Die leg ik in het, de shadowbox. Nou, de blaadjes leg ik ook even apart. Die had ik ook al van die kleur gemaakt. Want die doe ik dadelijk even laten zien in zijn algeheel. Hoe ik de blaadjes doe. Dan maak ik deze even schoon. Want dan ga ik met het volgende bloemetje beginnen. Oh, wacht. Die had ik ergens anders van. Nou, dan de tissues maar even pakken. Zo, dan ga ik met deze bloemen beginnen. Dus dan maar deze aan de kant. Kijk, en hier heb ik er drie van gemaakt. Ook al. Nou, die gaan alle drie ook even in de shadowbox. Ik ga even een nieuwe maken met jullie. Dit moet ik hebben. Met één grote, een middel en een kleintje. De rest mag weer terug. En dit is de Florals 14. Ik denk dat jullie hem zo kunnen zien. Ik denk het wel, hè. Zal ik hem even ook nog uit de verpakking halen. Dan glinstert hij niet zoveel. Dit is de Florals 14. Die gaan ook even aan de kant. En dan ga ik mijn beroemde distressbox pakken. Hier zit overal distressinkt in. De meeste van jullie kennen hem wel. De meeste, of heel veel hebben hem inmiddels ook. Hier zit van alle distressinkt refills in druppeltjes in. Even kijken, nu moet ik opletten dat ik die niet kwijtraak straks. En dan leg ik hier boven mijn mat. Dit is mijn mat om de bloemen te modelleren, zeg maar. Nou, dan leg ik even een stukje keukenpapier op, omdat ik deze namelijk heel nat ga maken. En dan ga ik doen
door water. En dan heb ik gekozen voor de Stormy Sky. Dan ga ik binnen in het midden. Ik heb hier een beetje vals licht, zie ik wel. Ik wil hem een beetje donkerder hebben. Straks bij gaan vullen. Ja, dit gaat sneller op dan omdat je hem inkleurt. Hè? Dat moet ik niet doen, Marga. Dan had ik ander keukenpapier voor gepakt. Nou, dan maak ik mijn penseel weer nat. Dan ga ik even de scherpe rand eruit halen. Dus een beetje uitwassen. Naar de punt toe. Nou, dan kan ik kijken, vind ik hem nou nog te licht? Ja, nou, ik vind hem eigenlijk nog te licht. Maar ik kom er dus achter dat ik niet... Nou, dan ga ik nog een keertje. Met de donkere kleur. Dan ga ik weer schoon. Nou, deze keer doe ik alles in één kleur. Ook dat doe ik niet altijd. Ik ben het blaadje sowieso niet. Dat zal ik straks laten zien. Nou, die is wel goed. Deze moet wit blijven. Nu deze. Nou, er zit een klein foutje in. Maar dat is ook niet erg. Dat zien we daar ook niet meer. En het papier kan nat hebben. En ik wil ook dat het nat is. Waarom wil ik dat? Omdat ik het dan dadelijk mooier in model kan maken. Nou, ik maak hem weer schoon. Dan gaan we die schone kwast weer meestal vanuit de punt zeg maar naar beneden toe. Dan heb je die even mijn armbanden weer wegstoppen, want die klinken nogal. Ja, dan heb je dat felle rand is dan weg. Nou, deze mag ook nog wel een beetje donkerder. Dat gaat nog net, denk ik. Met de inkt die ik er nog in heb zitten. Normaal doe ik 2 à 3 druppels in mijn kistje en daar doe ik bijna een jaar mee. Maar nu ik met die bloemen bezig ben zo, dan gaat dat iets sneller. Gaat iets sneller op. Maar dat geeft niks, want er zit best veel inkt in zo'n refillfles. Zo. Nou, die vind ik ook goed. Kijk, dat is een beetje droog en dan wil ik, zie ik toch nog dat er iets... scherp zit. Dat wil ik dan niet. Nou, deze ook nog even. Nu zien jullie meteen dat ik hem veel te nat heb. Dan krijg ik natuurlijk helemaal die donkere kleur niet. Ik moet mijn inkt nu echt uit de hoekjes halen. Weer wegklikken, want ze zijn erg anders, zijn ze aan het chatten en er komt popt elke keer bij mij op mijn beeld. Gelukkig heb ik het geluid uitstaan. Nou, ik vind deze goed. Dan zet ik dit even terug. Dit ook even aan de kant, zodat ik daar niet in de war word. Ik had hem hier al neergelegd. Nou, is hij nu nog nat? Nee, is niet nat. Niet nat genoeg voor mijn zin. Ik maak hem gewoon aan de achterkant nog eventjes
nat. Ik wil dat hij wat flexibeler is. Deze was nog wel een beetje nat, maar ook niet nat genoeg. Nou. We gaan aan de achterkant beginnen. En dan pak ik mijn toeltje. En dan doe ik hem in. En waarom heb ik nu keukenpapier erop zitten? Omdat het natuurlijk misschien nog blauw afgeeft. En zou ik dan andere bloemen gaan doen, dan daar geeft die kleur af. Dat zie je natuurlijk op dat zwarte matje niet. En een bloem is natuurlijk niet zo strak, hè. Als ik dit zo gewoon erop zou doen, dan is het maar ja, een strakke bloem. Dus ik hou van bolle bloemen. Nou, dan draai ik hem op. Kijk, en dan zien jullie al het verschil met deze of die. Hier zitten veel meer rimpels in. Ik hoop dat jullie het tenminste zien. Ja, dat zien jullie wel. En dan ga ik even een nerf in maken. Dan ga ik van voor. Je kunt het ook andersom doen. Van voor naar achteren. Maakt niet zoveel uit. En dan doe ik ook nog een beetje met mijn hand. Zolang het er lekker nog een beetje vochtig is. Het moet niet kletsnat zijn, want dan gaat het breken. Maar dat heb je op een gegeven moment zelf al door. Met dat. En dan ga ik even met de bolpen. Kijk, dan gaat die aan de kant. En dan gaan we de volgende doen. Als ik tenminste niet ga gooien. Oh, ik zie dat er heel veel mensen binnengekomen zijn nog. Gezellig, welkom. Dat had ik even niet in de gaten gehad, maar hier moet je ook wel opletten dat je niet de bloemen kapot maakt. Dus dan zit ik nu zo heel veel naar mijn beeldscherm te kijken. Nou, doe ik weer hetzelfde. Maak er weer een nerf in. Bij deze zat geen nerf in, maar dus bij de blaadjes en zo zit er wel. Nou, dan ga ik weer een beetje zelf. En dan pak ik weer de bolletjespen. En dan bol ik hem weer op. Kijk, zie je, dan gaat die ene die een beetje los hing, straks die gaat naar de andere kant op staan. Maar dat is helemaal niet erg, want dat is juist het mooie. Kan je dat ook met een andere tool? Ja, weet je, Els doet het zelfs met een theelepel. Vind ik niet zo makkelijk, maar je kunt dit ook bijvoorbeeld. Dan heb ik het niet te goed. Ik zal even kijken of ik een andere heb. Want dit is net te klein. Ik heb hier net iets groter bolletje. Daar kun je het ook mee. Zie je? Even. Het is net, welk toeltje vind jij het fijnste werken? Maar het gaat ook gewoon met zo'n bolletjes. En voor deze heb ik voorheen, had ik zo'n klei set voor de kleien. En er zat ook zoiets bij, maar dat was wel een beetje grover. Toen ik deze nog niet had, heb ik die altijd gebruikt. Ben dit een kitje van Sissek? Ja, dit is van Spellbinder. Dat is een setje. En er zit een schaartje in. Er zitten ook van die bolletjes in die ik hier dan weer in kan klikken. Er zit een matje in. Er zit een klein stukje craft sheet in. Wat zat er nog meer in? Een pincet zit erin. Dus er zijn heel veel verschillende toolsets voor bloemen. Even kijken, 3 pak, sorry.
Nou, dan heb ik dit even aan de kant. Dan ga ik dus even mijn lijmpistool aanzetten. Dit ga ik in elkaar plakken gewoon met gewone lijm. Okay, dan zal ik even laten zien deze. Die had ik al klaar. Nou, ik doe hier gewoon een dotje lijm op. Ik heb nu de niveau lijm. Dan pak ik deze en die doe ik niet precies op de andere bladen. Dus ik schuif hem, zeg maar. Ik zet ze niet recht bovenop elkaar. Nou, pak ik het volgende bloemblaadje. Ook daarin ga ik weer niet precies boven elkaar. Vaak doe ik dan ook nog even een keer met de bolletjespen. Een keer aanduwen. Zo. Het zit goed vast. En dan pak ik dat kleine witte dingetje. Wil dat kleine witte dingetje pakken. Ik wil niet mee. Nou, die zet ik gewoon een beetje met mijn vingers zo omhoog. Je kunt dat ook doen door de bolletjespen erin te doen, maar gaat ook gewoon heel gemakkelijk zo. Een beetje omhoog. Dan wat lijm erop. En die doe ik dan in het midden. Dan pak ik weer die bolletjespen. Dan doe ik hem even aan. En dat heb ik hier gedaan. Hier heb ik een drop niveau crystal drop in gedaan. En dit is de kleur. Ja, oh. Navy blue. Dus dat ga ik hier ook doen. Maar je kunt er dus ook van alles in doen. Hè? Je kunt er paaltjes in plakken. De meeldraad in doen. Maar dat komt daar, dat doe ik dadelijk nog. Nou, kijk, dan heb ik er hier ook vier van. Dan zien jullie wel, het wordt nooit hetzelfde. Maar dat is ook het mooie, hè? Dat je vier verschillende bloemen hebt. Dus die leg ik ook even hierin. En omdat ik nu met deze verder wil gaan, ga ik ook even laten zien hoe ik de blaadjes maak. En dan ga ik even kijken welke blaadjes ik zal kiezen. Even kijken, denk ik die grote. Dat is makkelijk te zien. Pak ik even van deze set. Twee blaadjes. Dan doe alle blaadjes hetzelfde. Dus het maakt niet uit welke blaadjes ik zou pakken. Maar deze denk ik het beste te zien zijn nu. Zo. Dan ga ik weer mijn kistje pakken, maar dan pak ik de andere. Ik heb er twee. Deze zit er namelijk de andere kleur van Distress. Dan pak ik weer mijn penseel. En hier zul je merken dat het gaat dus weer net iets anders dan net. Ik begin met de peel paint. Je kunt dit natuurlijk ook gewoon met een sponsje doen. Ik deed het eerst met een vingerdauber. Maar mijn vingerdauwers, ik weet niet wat er aan de hand is, maar die kan ik één keer gebruiken en dan kan ik ze weggooien. Ik denk dat ze te oud zijn. Ik had een hele set reserve vanuit toen wij nog de winkel hadden. En ik denk dat die zo lang niet kunnen. Of volstaan we ze drogen gewoon, denk ik, uit. Ik weet niet wat er ligt, maar goed, ik heb het weer weg kunnen gooien. En weggooien, de laatste tijd heb ik er echt een hekel aan, want dat gebeurt best vaak, vind ik, met producten. En dat vind ik zo jammer van mijn geld. Nou, ik probeer een beetje zo ook langs de rand. Nou, dit is de eerste kleur. Dit is de peel paint. Dan ga ik over naar de forest moss. Wel een beetje nat maken, anders is het te hard, denk ik. Zo. Nou, dan ga ik ook even. Dit is al te veel. Maar dan maak ik mijn penseel schoon. En dan ga ik gewoon vanuit hier. Gewoon verder. Ik zou het een beetje vast liggen, dus ik hoop dat
Oude van Noor nog een extra tool bij Stamp Art gekocht. Ja, ik heb er ook één tooltje van. Holly. Nou, ander dus ook weer met Forsmos. Kijk, dit ben ik al wel voorzichtig mee. Dat is dus weer net te voorzichtig. Maar jullie zagen wel dat ik niet het hele blad deed, hè? Ja, nu zie ik hier, ik zei al het valse licht, maar ik zie hier nu wel een valse rand. Dat wil ik niet. Zo. Dan moet ik weer terug naar mijn andere bakje. Want een blad heeft nooit maar één kleur. Als je de bladeren allemaal goed bekijkt, dan zit er ook altijd wel ergens een beetje bruin in. Mag ik vragen, Marga, waarop en waarin jij de druppels oxide hebt? Oxide heb ik alleen maar in flesjes. Die heb ik niet in zo'n doosje. Dit is echt de Distress Inkt. Dus niet de oxide. En ik heb aan de onderkant bij de bestanden staan bladen. Die heb ik gemaakt. Er staan de namen allemaal op. Precies op dit model bakjes. En dan kun je de rondjes kun je dan opplakken. En dan plak je het allemaal samen aan de onderkant van het doosje. Maar de oxides heb ik alleen maar gewoon flesjes navulling in flesjes zitten. Nou, wat ging ik doen? Ik was even... Zo. Nou, dan heb ik hier de Gather Twigs. En daar pak ik een beetje van. Dat is te klein beetje, maar ik zal het beter te weinig dan te veel. En dan ga ik die een beetje aanzetten op het andere gedeelte. Dit is te veel. Nou, maakt niet uit. Was ik zo weer uit. Ik weet niet of jullie... Ja, jullie kunnen het wel zien. Ik zie dat jullie het wel kunnen zien. Nou, ook met de blaadjes doe ik even hetzelfde. Gewoon een beetje nat maken. Zo. Pak ik weer mijn toeltje. En die bak waar ik de Distress inktdruppels in heb, is van Nelly Snelle. Zo. Zal ik deze ook even meteen de achterkant doen. Nou, dan ga ik van voor naar achteren. Deze ook even van voor naar achteren. Een beetje met de ronding. Dan pak ik hem even in mijn hand en dan doe ik hem ook even nog een klein beetje in zijn model. Nou, als die droog is, dan is hij dus hard. Ja, kunnen jullie niet horen. Dan is hij dus hard en dan komt omdat we hem nat gemaakt hebben. Nou, dat is één. Gewoon een beetje met je hand en je denkt, ah, dit is wel leuk. Zo, nou heb ik weer twee. Ik zie jullie. De twee blaadjes. Ik weet niet wat, oh, dat zie ik niet, nou weet ik het. Ik denk, wat ruik ik hier toch in één keer, maar dat is een lijmpistool. Ik dacht, ruik ik nou brand, maar er lag een zakje op dat lijmpistool. Nou, hier weer twee blaadjes. Dan gaan we ook maar meteen verder met die ik nu klaar heb. Dan ga ik meteen afmaken. Dan kan ik dat ook aan de kant leggen. Dan heb ik weer wat meer ruimte. Die wilde ik dus in de shadowbox gaan doen. Maar niet allemaal, want er zijn er te veel. Dus ik ga even kijken. Nou. 1. 2. Misschien 3. En dan deze ertussen. Ook 3, denk ik. Of is dat te veel? Even kijken.
Ik denk eerst die drie moet doen. En dan moet kijken van wat past erbij. Dus ik ga gewoon met eentje beginnen. Dan pak ik gewoon mijn lijmpistool voor. Dan probeer ik altijd de draadjes eraf te hebben. Maar... Zo. Dan schuif ik ze ook een beetje onder elkaar, hè? Dus niet bang zijn. Even kijken. Oh, ja, daar heb ik ook weer een reinforcement in zitten. Voel je? Die bakjes zijn gewoon heel handig. Maar je ziet voor meerdere doeleinden dus geschikt. Zo. Kijk eens hoe mooi dat er al kijkt. Nou, dan ga ik deze. Die ga ik er nog tussen doen. Wat doen of ga ik hem? Zet ik even te kijken. Kijk hier. Nou, ik ben nog lang niet klaar, Femke, dus ik heb nog van alles een petto. Kijk. Kijk of ik hier nog eentje zal doen, ja. Wat zei ik nu hier, hè? Dan wil ik er hier toch ook nog eentje. Zo ertussen. Hier wilde ik hier. Wilde we hier ertussen. Zo. Nou, dan doe ik de blaadjes ook even naar buiten. En dan ga ik er ook nog wat groene blaadjes tussen plakken. Nou, dan heb ik die natuurlijk wel meer als dat ik hier heb liggen. Kijk, als van alle sets had ik ook nog blaadjes gemaakt. En allemaal op dezelfde manier als dat ik jullie net liet zien. Dus dan kunnen deze ook allemaal bij. Zo, die gaan aan de kant, die hebben we niet meer nodig. Dus even kijken. Zo'n kleintje misschien. Ik ga eerst weer klaarleggen. Ja. We beginnen met de grote. Zo. Beetje aanduwen. Zo. De kleine. Ook een beetje aanduwen. Ook wel leuk. Het is al bijna. Oh, wat ben ik. Ik had te sloom ben ik vandaag. Normaal ben ik altijd te vroeg klaar. Ik zie al dat het 2:15 is bijna. Even kijken. Kun je nog eentje doen? Maar zo, even. Hier haal ik gewoon even het takje ervan af. Zo.
beetje bij doen. Nee, is het groot. Die past wel. Moet ik wel goed doen. Nee, ik heb dit frame met mal gemaakt. Nou, dan ga ik hier nog even kijken of ik snel kan pakken. Dit zijn liquid pearls. Dan ga ik hier nog even wat van die liquid pearls erin zetten. Ik er even onder tegenaan zodat het puntje eraf gaat. Zo. Kijk, dan vind ik deze. Vind ik al helemaal geslaagd. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien zo goed. Maar deze vind ik al helemaal klaar. Dus dan kan ik nog snel even naar de volgende. Ja, maar weet je. Ik vind het zelf niet erg om langer bezig te zijn, alleen Facebook vindt dat vaak erg. En dan krijg ik daar wel problemen mee van, die gooi je dan eruit. Maar ik ga het gewoon doen. Ja, deze twee bloemen sla ik aan de kant. Laatst sla ik even aan de kant, dat heb ik nu nodig. Want ik had nog een setje van deze. Nou, deze heb ik gewoon gestanst in dezelfde kleur als waar ik de kaart mee ga maken dadelijk. Dus deze kaart ga ik dadelijk maken met deze bloemen. Dus deze bloem ga ik dadelijk nog even maken. En dan deze kwamen uit de 1956 Leaves 1. En die heb ik hier ook in het wit zitten om op kleur te brengen, maar misschien ook wit te gebruiken. Dus die heb ik al twee gestanst. Dan is de bloem is de Floral 15. En de kaart heb ik gemaakt met de Slimline Card Size CLCZ 184 van Prealis. Dat kan aan de kant. Moet ik even mijn matje weer hebben. Nou, weet je. En ik dacht wel dat het niet anders zou lukken, want ik heb daar die grote rode bloem natuurlijk ook nog liggen. Maar dat gaat hem niet meer worden. Daar. Even kijken. 3. En dan moet ik nog een kleintje hebben. Ja. Ze verstopt zich. 4. Nou, hoe heb ik die gemaakt? Lijmpistool aan de kant. Die heb ik met de gewone Distress Inkt. En ook met het toeltje. Omdraaien en dan zorg ik ook dat ik die witte sprietjes zeg maar wat wit laat. Klein beetje kleur mag, maar over het algemeen laat ik ze een beetje wit nu. Je ziet wel, dat geeft net het mooie effect, hè? Plak je dan een koordje aan om die op te krijgen. Ja, of een zo'n fotoframepje, weet je wel, met zo'n haakje. Of gewoon een lint. Maar dit is ook wel leuk. Nu heb ik er geen tekst in zitten, maar ook wel leuk om cadeau te doen. Zeg maar zo'n framepje met die bloemetjes. En dan happy birthday erin. Zo. Nou, ze worden kleiner, dus dat wordt wel lastiger altijd. Ik zei al, de vingersponsje bij mij werkt er niet meer. Dus ik ga het toch zo doen. En het lukt elke keer, dus
Beetje geduld. Nou, deze heb ik dus met 240 gram cardstock, soft finish cardstock gemaakt. Deze ga ik niet nat maken. Deze ga ik gewoon alleen maar in model brengen. Hierop leggen. Zo. Met een bolletjespen. Gewoon een beetje omhoog zetten. En ik zou de volgende keer kan ik het goed weer heel anders doen. Maar nu kies ik voor deze manier. Dus je hebt echt heel veel mogelijkheden. Nou, dan plak ik hem weer aan elkaar. Dan hou ik altijd die bolletjespen wel in de buurt. Nou, ook deze kijk ik een beetje van, nou, zit het niet allemaal recht boven elkaar? Dat wil ik niet. Hoppa. Kijk, dan doe je het met die bolletjespen ook. Vingerbrushes, die heb ik nog niet, Femke. Vingerbrushes. Nou ja, ik zei al, die van mij, die waren, ja, ik heb echt nog een heel kist vol. En die, maar die brokkelen na één keer af, op dit moment. Dus, nou, nou heb ik hier natuurlijk zo'n leuk bolletje in zitten. Dat is van Best My Craft. En dat zijn deze bolletjes. Alleen zit hier geen gaatje in. Dan had ik vanmorgen had ik een heel mooi gaatje per. Die heb ik afgebroken. Dus dat was niet zo. Die heb ik zo hard geduwd dat hij helemaal krom was. Dus ik ga nu met dit haakje kijken of ik hier ook een gaatje mee kan maken. En dat ik hem niet afbreek. Ja, maar lukt er wel. Even kijken of hij doorheen kan. Ja, dat gaat. Nou, dan doe ik hier ook nog een beetje lijm op. Ik wil dat dat bolletje dadelijk vastplakt. Zo. Dan hou ik heel even vast. Ja, nee, dat was gewoon een prikpen, Femke. Maar dat was een pergamano prikpen en die zijn niet zo dik. Ik had een gewone prikpen, maar die is te dik om doorheen te gaan. En ik had zo'n pergamano, ik weet niet of ik hem nog kan laten zien. Ik kan volgens mij niet gewoon weer terug doen. Kijk, dus die heb ik gewoon helemaal krom gemaakt. Ik weet niet of dat is. Ik ben niet in beeld zo te zien. Even kijken. Zie je? Mijn haak is gewoon helemaal krom. Dus dat was niet zo'n slimme zet. Nou, dit kun je ook nog een beetje zo met je vingers doen, eventueel. Ik moet even wachten tot deze klaar is. En dan kan ik dit vast aan de kant. Heb ik dat nog nodig? Nee, heb ik niet meer nodig. Ik heb alleen mijn tang nog nodig. Want ik knip dit gewoon helemaal zo af. Dan hoop ik dat hij nu droog was. En zo niet, dan laat hij dadelijk even los. Dan ga ik even kijken of ik een beetje schone vingers heb. Gelukkig had ik dit al gesneden. Dus dit ga ik eerst in elkaar plakken. Denk ik. Zo gemakkelijk als je al twee potten naast je neer hebt staan, hè? Kijk, deze doet het wel een beetje zoals ik wil. Zo. Ik hoop dat ik hem een beetje recht heb, want ik zit er een beetje van af. Zo,
Nou, hier ook een heel mooi piertje van Alexandra Renke. Al een tijdje in huis, maar nog niks mee gedaan. Dus dat kwam nu van pas. Nou, dan ga ik eens kijken hoe ik die zal gaan doen. Want ik heb ook nog, kijk, die leuke Happy Birthday. Die moet ik nog even vouwen. Er zitten twee vouwlijntjes zitten daarin. Wat zijn dat voor bolletjes? Die zijn van, ik heb ze bij mijn moes gekocht. Dress My Craft. Die kun je ook heel makkelijk op kleur zetten. Dus ik wil even kijken van wat wil ik hier allemaal op kwijt. Dit mag ik wel iets van boven. Dan heb ik ook nog wat ruimte hier voor de bloemetjes. Dan wil ik deze er nog bij gaan gebruiken, maar ik ga niet die hele bij gebruiken. Ik ga gewoon stukjes erbij gebruiken. Dus ik doe deze wat verder naar het midden. Kijk, en dan dadelijk ook nog blaadjes. Dus ik begin gewoon met de middelste. Dan heb ik een beetje zicht op wat ik wil. Die moest hier komen. Kijk, dat duw ik nu een beetje plat, maar dan haal ik wel weer omhoog met mijn vingers. Ik moet even die lijm aanduwen. Zo. Deze leg ik nog even aan de kant. En dan die nog. Ja, ik wil even wat blaadjes erbij pakken. En dit had ik. Even kijken. En die plaatje is zo groot. Had ik een schaar hier. Kijk, knip er gewoon een stuk vanaf hoor. Als ik het zo groot vind, dan knip ik er gewoon een stuk vanaf. Niet zo moeilijk erover doen. Deze twee langs elkaar doen. Ja, dan gaat eerst deze. Ja, dat is heel mooi papier. Ben ik het helemaal met je eens. Zo. Dat moet onder dat. Zo. Ja. Deze. Ook een beetje lijm. Dat is dat mijn vingers nu verbrand. Hè? Is wel leuk, hè? Zo. Even kijken, zal ik die, want die is best wel dun. Gewoon met lijm doen.
Dat had ik nou bedacht zo, hè? Zo. Dan gaan we deze kant ook, denk ik, dezelfde doen. Ik moet de kop houden, maar ik moet ook deze in de gaten houden. Dit aan dezelfde kant, dat is niet zo mooi, denk ik. Kijk, zo ben ik dan in mezelf aan het... Nee, ik moet echt aan die kant. Dus daar gaan we gewoon een stuk, flink stuk van afhalen. Hoppa. Zo ben ik ook in mezelf aan het kletsen, hoor. Als ik bezig ben, dan... Pas komt mijn man naar boven en die hoort mij praten. Oh, sorry, ik wist niet dat jij lijf was. Dat was ik ook helemaal niet. Ik was gewoon in mezelf aan het brabbelen. Zo. Even kijken, hebben we dan ook nog zo'nzelfde. Die moet dan ook een stukje kleiner natuurlijk. Waarom ik met het lijmpistool, dat droogt, dat is meteen droog. En vooral dit, dat is meer gewicht, zeg maar. Vind ik het met het lijmpistool fijner. Zo'n klein blaadje, dat is net. En soms doe ik de blaadjes ook helemaal niet. Met het lijmpistool. Maar de bloemen doe ik eigenlijk altijd met lijmpistool. Behalve de platte bloemen. Even kijken. Nou, dan gaat hier nog zo eentje. Kijk, deze. Dat is gewoon net zo gemakkelijk. Er zit ook geen gewicht aan. Die plak ik er gewoon zo onder. Zo. Nou, dan wil ik nog iets in het midden. Zal ik daar gewoon een kleintje doen? Dat kan ook, hè? Zal ik daar gewoon knippen? Ik knip het gewoon en dan zien we wel. Zo. Deze. En dan deze. Gewoon net tegen elkaar, zo. Ik had wel een beetje een idee van de kaart, maar nog niet precies hoe dat... En dat verandert ook gewoon, hoor. Als je bezig bent, verandert het altijd. Maak soms een plannenpagina. En dan... wat doe ik dan? Dan maak ik een foto van hoe ik het wil hebben. Dan ben ik bezig. In de live. En dan kijk ik daarna die foto. En denk ik, och, dat had ik eigenlijk zo gepland in eerste instantie. Zo... Nou, dan mag die happy birthday, die mag nog hier. Als jij, ik ben niet alleen, dus. Blij dat jij ook tegen jezelf brabbelt. Even kijken. Hoppa. Zo. Vasthouden. En hoe laat is het? Nou, kijk, het is nog net op tijd. Kijk, en eigenlijk had ik nog één bloem willen doen. Maar weet je, die houden we dan gewoon tot de volgende keer. Ik kom nog vaker live, dus ik schuif dit mooi even allemaal aan de zijkant. Dan pak ik even mijn frame erbij. Nou ja, je kunt het net hangen zoals je wilt. Of net doen zoals je wilt. En dan vind ik dat ik weer twee hele mooie bloemenpartijtjes heb gemaakt. Zijn er nog vragen? En jezelf vragen is een teken van intelligentie. Dankjewel, Femke. Dat vind ik wel een goeie. Ik zal het vanavond tegen mijn man zeggen dat het een teken is van intelligentie. Ik denk dat ik zijn antwoord wel ken. Ik denk dat hij zal zeggen, ja, spoort niet. Welk merk zijn deze bloemen van? Deze bloemen zijn van Elizabeth Crabtree. Ik zal ze even snel pakken. Er is een nieuwe collectie uit. Dat is de Florals Volume 4. En dat zijn de Florals 14, 15,
heb ik hier 17. En deze die ik niet meer heb kunnen laten zien. Zo. Even kijken. 16 zijn, ja. En dan hebben ze nog twee platte bloemen. Daar heb ik er nu maar één voorbeeld van. Dat is deze. Dat is een platte bloem. Wacht, ik heb ze wel hier liggen hoor. Het is een hele, hele nieuwe collectie. Nou, dit zijn de nieuwe stempels die erbij horen. Dit hoort erbij. Daar heb ik natuurlijk overal voorbeeldjes voor zitten. Een heel mooi emmertje, waar ik helemaal verzot van ben. Een flowerpot, bucket. Dus dan kun je een emmer maken, maar je kunt een pot maken. Dus een bloempot. Nou, leg het maar even er bovenop, Marga. Ik betaal het maar op. Nou, hier is de Shadow Box Frames. Er zijn twee verschillende mallen. Een dikkere en een dunnere. En deze heb ik op maat gemaakt van de dunnere. Kijk, kun je zien. Die is een stukje korter. Dus je kunt er zelfs een stuk afhalen en dan kun je hem zo kort maken of zo groot maken als je zelf wil. Tenminste, dit is de grote, maar dan kun je hem korter maken. Nou, dan heb je dus de boekbox. En dan komen we bij de platte bloemen, denk ik. Ja, dan zijn dit dus de plattere bloemen. Dat is de Floris 18 en dit is de Floris 19. Dat is allemaal van de Elizabeth Craft Design. Ik weet dat Marloes daar zelf een heel leuk pakketprijs voor had. Deze even aan de kant leggen zo. Nou, dan ga ik even nog snel kijken of er nog vragen waren. Even kijken, denk ik niet zo te zien. Leuk. Nou, graag gedaan. Meer vragen zie ik niet meer. Nou, dan ga ik lekker afsluiten en dan komt volgende keer denk ik deze bloem aan de beurt. Die is me niet meer gelukt vandaag. Ja, ik kan niet alles hebben, hè? Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Groetjes, doei doei!